En ik vraag mij af, die Palestijnse rechten, zijn dat eigenlijk wel mensenrechten voor onze regering? Waarom wordt hier met twee maten en twee gewichten gehandeld? Daarnet werd hier met afgestreken gezicht gezegd, ons land is internationaal voortrekker wat betreft de mensenrechten. Maar wat weten we? 1. Het afgelopen jaar is er 240 ton militair materiaal naar Israël verscheept via Antwerpen. 2. Het gaat om 200 ton munitie en 20 ton onderdelen van detonatoren naar Israël. 3. Voor die transporten werden er geen doorvoervergunningen afgeleverd. Een gewestelijke materie. Werd niet gedaan. Compleet onwettig. En 4. De douane moet dat controleren. De douane heeft handhavingsbevoegdheid. En de douane is een federale verantwoordelijkheid. En dus, dat is wat wij weten. Iedereen is op de hoogte. De minister van Economie, de minister van Financiën, de havenautoriteiten, burgemeester Bart De Wever. Iedereen is op de hoogte, maar niemand doet iets. En ik vraag mij af, die Palestijnse rechten, zijn dat eigenlijk wel mensenrechten voor onze regering? Waarom wordt hier met twee maten en twee gewichten gehandeld? En daarom heb ik twee vragen aan u, meneer de minister. Ten eerste, waarom, een heel concrete vraag, heel concreet, waarom heeft het ministerie van Financiën niet de opdracht gegeven aan de douane om die verdachte ladingen prioritair te controleren? Waarom is dat niet vanuit de federale regering gebeurd? Waarom is die opdracht niet gegeven? Dat is geen Vlaamse bevoegdheid, dat is een federale bevoegdheid en dat is niet gebeurd. En de tweede vraag aan u, heel concreet, is waarom brengt u niet alle instanties samen vanuit de federale regering, Vlaams, lokaal, iedereen die iets met wapentransport te maken heeft, zet ze allemaal samen en zorg ervoor dat er echt een militair embargo komt in plaats van de hele tijd naar elkaar te wijzen en de paraplu open te trekken, meneer de minister. Zoals u weet zijn wapenleveringen en wapendoorvoer bevoegdheid van de gewesten en niet van de federale overheid. Als u weet zou hebben van strafbare feiten, bijvoorbeeld die ingaan tegen decreten van de deelstaten, ja, dan moet u zich natuurlijk tot het gerecht wenden. Dat was uw antwoord. 246 ton materiaal naar Israël via de haven. De documenten hebben wij opgevraagd bij de haven van Antwerpen. Die zijn er. 246 ton. Daarnet zei u, van elke diamant weten wij waar ter wereld hij zich bevindt. Van elke diamant. Maar 246 ton die net onder uw neus via België passeert, daar weet u niks van. Pontius Pilatus, in de regering, hemzelf. U weet daar niks van. U weet er allemaal niks van. Handen in onschuld. Het is een ander niveau. Als er drugs in ons land worden ingevoerd, meneer de minister, wat doet u dan? Stroomplan, crisiscel, alle betrokkenen bij elkaar zitten. Maar als er 246 ton materiaal voor een vernietigingsoorlog door ons land komt, illegaal, volledig onwettig, dan zegt u, ik doe niks. Geen stroomplan, geen crisiscel, geen noodmaatregelen. Het is niet, ik heb al geantwoord, enzovoort, enzovoort. Zolang u wegkijkt in tijden van onrecht, bent u medeplichtig. Zolang deze regering dank u wel, meneer Mertens. Dank u wel.